Het vijfde deel van de dynamiek in de politiek aan de hand van politiek analist Hardeo Ramadien is uit. De auteur heeft op donderdag 24 maart 2022 een exemplaar van zijn nieuwste uitgave aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Het boek handelt over de ontwikkelingen rondom de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Dit boek gaat over de laatste verkiezingen welke gehouden is op 25 mei 2020. Ja. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel, dynamiek in de politiek, deel 4, had ik vorig jaar aangeboden. Maar deel 5 heb ik pas aangeboden omdat het bij deel 4 te dik zou worden. Dus dat andere boek was 200 pagina's. En hierin heb ik meer de RR en DR-leden verwerkt in een apart boek. Het is ook iets van 150 pagina geworden. En ik dacht, het is belangrijk. We hebben 772 RR-leden in heel Suriname. We hebben 118 DR-leden. En laten we die RR en DR-leden goed in beeld brengen. En in dit boek, als je gaat kijken vanaf Paramaribo tot alle districten, alle namen van de DR en de RR-leden komen. En namens welke partijen ze zich gekozen zijn. In een bepaald kader, want dan beschrijf ik de districten, maar ook maak ik een flashback, terugblik van de verkiezingen. Wat was de uitslag van de diverse politieke partijen in de verschillende districten? Zo probeer ik een beeld te geven, want vaker praat men niet over de RR en de DR-leden, terwijl zij eigenlijk de basis van de partij zijn. Ze zijn officieel gekozen door de kiezers. En je moet ze dus een keertje niet alleen DNA-leden of ministers in beeld brengen, maar zo heb ik gemeend in dit boek. En dat kunt u, alle mensen kunnen dat lezen, kopen, lezen. En dat is goed verwerkt in dit boek. De president heeft een heleboel complimenten gemaakt dat het tenminste mensen zijn die ook alle andere DNA-leden op regionaal niveau in beeld brengen. Hij vond het prachtig, want hij weet het. Ik heb een aantal politieke boeken, 7 of 8 politieke boeken geschreven. En de meeste boeken heeft hij ook van mij gehad. Niet als president, ook als andere hoedanigheid. Ik heb boeken aangeboden. Toen was hij minister. Later was parlementariër. En hij kent mijn boeken heel goed. En ik ben heel... Probeer ik de dingen vast te leggen. Niet alleen voor mij. Maar over 20 jaar, 25 jaar. Als iemand wil weten wie waren de assembleeleden, wie waren de DR-leden, kunnen ze allemaal opzoeken.